Ja jongens, het is heel lang geleden dat ik hier heb gestaan. Mijn Brammetje die heeft vandaag geen auto. We gaan even kijken of die er al is. Want we gaan weer eens even een lekker nachtje knallen. Daar heb je hem! Lekker hoor, brilletje op! Hé? Hey? Hey? We zijn geregeld, Lekker maatje, knallen! Het is hoeveel nachten geleden dat je een vis hebt gevangen? Ja, kleine zes. Kleine zes, dus het is weer tijd. Ja, het is zeker weer tijd. Ik ben er nog even langs gereden, dus er zat niemand. Dus ik dacht, ja, je weet het nooit. Goed weer, dus maak ze allemaal niet veel vis. Twee dagen geleden gevoerd, ja, denk ik. En 2 kilo of zo. Ja, dus we flink lopen smijten. Nou, gaan gauw die auto vol blaffen en gaan we er vandoor. Snel. Let's go. Daar zit hij. Je kan hem niet eens zien. Bram, kom eens tevoorschijn. Jongen. Kom eens tevoorschijn. Ik kan gewoon niet. Het lukt gewoon niet. Hij is niet te zien, maar we zitten lekker vol en we gaan gelijk hem aantrappen. We gaan er vandoor. Hij is druk aan de opbouw. Bram, de boodschappen, man. Het waait best wel. Het waait best wel flink. Gelukkig hebben we iets wel goed voor de vis over de microfoons geplakt. Maar we zijn weer bij het welbekende stekje. We hebben nog geen video geüpload dit jaar, volgens mij hier. Heel misschien eentje, als deze online komt. Nee, één denk. Maar de vangsten zijn hier wel mooi geweest al. Een paar mooie spiegels. Nou, ik moet zeggen dat het flink tegenvalt. Voor Bram nog niet echt. Koning, maar... dit jaar nog niet. Dat is echt niet normaal. Maar mooi watertje. Vissen is echt de afgelopen dagen veel wezen paaien. Hier zo in en gaan eens kijken of het wat is vandaag. Tel jij nou eens even wat er aan de loods is. Oh jongens, wat stom. We zitten hier nu lekker, tentje uitgeklapt. Ik wil net een hengeltje ingegooien. Wat denk je? Gasstel vergeten. En ik heb nog niks gegeten, het is al 7:15, zoiets. Ja man. Dus gaan we even gauw naar huis rijden, gasstel ophalen en dan weer terug. Helaas. Ja jongens, we zijn goed bezig. Onderlijntjes worden geknoopt. Zo is het. Want we moeten vangen, hè. We moeten even aan de beek komen. De vis is aan het paaien als een gek. Dus ze moeten er liggen. Dat gaan we even laten zien. Het is nu al een beetje aan het afkoelen. Zeker, dus misschien is dat wel goed voor de vis. Hoppa. Beetje wind. Nou jongens, de eerste hengel die is klaar. En zoals je ziet ga ik vissen met een zwarte XXL tijgennoot. Jullie weten waar ze van zijn. Tijgennootkoop.nl. Echt alleen het haakaasje is de tijgennoot die ik er aan ga doen. En niet te gek. Onderlijn denk ik centimeter of 16, liedertje. Zal ik ook mijn andere hengel even laten zien. Daar ga ik ietsje anders vissen. Met een, je kent het al, helikoptersysteem. En gewoon een single ball, de Bloedworm Hali Boot. En dat is een hard one, die heb ik ook hier ergens. Maar ik weet niet waar. Maar het is in ieder geval een hard one. Dus we gaan ze erin knallen. Zie! Ja, daar zijn we. Het eerste richtje is klaar. Klein simpel onderlijntje, 18 centimeter. En single ball. De bloedworm. Ook de hardworm. En we hebben een schuimpje eraan, want er ligt best wel wat vuil. Dus ik ga het gewoon doen. En de andere engel? En de andere, om lekker te verrassen, is die precies hetzelfde. Ook 18 centimeter, ook de bloedworm. En daar gaan ook de schuimpjes in. Soms moet je het niet moeilijker maken dan het is, hè? Nee, normaal was ik van de zwarte tijgers, maar dat is even verleden tijd. Hey. Staat hij? Daar gaan we. Het is niet zo ver, maar goed, je wil hem natuurlijk niet over de balk heen gooien. Dus we doen hem gewoon met het bootje. En zoals je ziet, dan gaat hij lekker strak. Ploep! Kan niet misgaan. Bootjes leeg. Kan niet misgaan. Daar hebben we hem. Daar zijn we weer. En ik word natuurlijk niet voor niks Bram de boodschappenman genoemd. Een nieuwe aflevering. Druk. Dus ik heb een Mexicanootje. Een vlammer voor in de morgen. Is een dag zonder zorgen. Dan hebben we hier een ratler. Even lekker. En dan moeten we natuurlijk ook denken. Aan de dessert. Kijk eens. Even lekker. En dan hebben we hier nog een sausje voor op de Max. En dan hebben we witte puntjes erbij en dan hebben we nog wat fris. Dus en een klein zakje snoep en een klein zakje chips. Kijk, lekker hoor. Lekker hoor. En wat zijn we nu eens even aan het bakken? Kijk eens even, lekker Mexicanetje. Ze staan erop hoor. Nou jongens, een lekker 0.0 hier. En deze gaat er vannacht even uitkomen. Dat zou mooi zijn.
En natuurlijk een lekker broodje Mexicano. Eet ze, maat. Kijk eens wie we daar hebben. De enige echte. Moeders van de Schei. Ik kom even kijken of jullie al wat gevangen hebben. Zeker. Welke engel gaat er als eerste af, moeders? Die van het Chitten natuurlijk. Ja, die en linker, daarna... Ja, die. Die linker. En daarna gaat hij hier van Bram de boodschappenman. Zo is het. Hij heeft weer lekker boodschappies gedaan, hoor. Ja, wat heb je allemaal gekocht voor lekkers? Een lekker raadje. 0.0, goed zo. En we hebben een Mexicano's gegeten. Oh, en wat voor groente? Ja, niet zoveel. Groente vandaag even niet. En dan nog een eitje voor de eiwitten? Nee, morgenochtend een lekkere vlamtossie. Oh, goed zo. Ja. Nee, maar het gaat helemaal goed komen. Het wordt vannacht bakkenacht. Kijk. Let op mijn woorden. Jongens, chaos. 3 hengels op de kant. Wat is er gebeurd, man? Ja, Chitten die kreeg een run. En toen zwom die even om de toppie. Ja, hij zwom echt door 3 lijnen heen. Drama. Maar, het is al niet te min, hebben we hier een zieke spiegel in het netje liggen. Dus dat is wel weer mooi. Het is 6:15. Ja, dat is wel wat minder. Dat het zo laat als gaat. Maar we stoppen heel even een telletje in het zakje. Heel eventjes en dan zie je ons zo. Ja jongens, een hele goede morgen. Jullie zien het. Naast dat visje vannacht ligt het hier kalm erbij. En we moeten er alweer vroeg uit, want we moeten zo meteen alweer weg. Cheesy, ja. Kan dat nou? Niet best, maat. Ik denk dat ze het een beetje door hebben hier zo. Want, zijn we hem door, jongen? Dat is niet best. Zeker niet best. Alle aanbeten komen niet meer van het gat waar we altijd vangen. Stuur eens. Echt zo raar, maar goed. Je doet er niks aan. Ja, jongens, daar is hij dan, hè. Wat een prachtige vis. Wat zijn we toch blij met al die mooie uitzettingen hier in de buurt. Want vroeger vingen we echt nooit geen spiegel op het kanaal. En nu vangen we best wel aan de lopende band. Ook deze hele mooie beschupte jongen. Ik zou ook een ander kantje laten zien. Dat is echt aan twee kanten super mooi. Uiteindelijk als je zo'n vis op kilo of 15 vangt, jongen, dan wil je niet weten wat je ziet. Wat een mooie vis. Bizar. Kijk dan. Oh, dat schubben, hè. Echt bizar. Super mooie vis. Je zwom wel even door 3 lijnen heen, dat was ietsje minder. Maar ik ben er hartstikke blij mee. En toch de Blanksaver, zo mooi in het onderlipje gehaakt. Komt de zwarte tijgenoot. Dat moet ik mijn rechts laten zien. Maar een klein zwart tijgenootje was hetgene wat de truc deze keer deed. Bollen geen actie gehad. Misschien dat ze die bollen wel een keertje gezien hebben. En ja, super mooie spiegel. We gaan een fotootje maken en dan gaan we terug. Oké, jongens, hij kan er weer vandoor. Kijk eens. Ah, een mooie spiegel. Staat hij? Ja. Dat betekent dat we bijna zijn opgeruimd. Zeker. Kijk. Mooi. Een engeltje in. Vuilniszakje natuurlijk mee. Want een beetje de zooi opruimen. En Bram, wat zeggen we dan? Ruim je zooi op, want dan doe je dat thuis ook niet. Precies. En wat moeten de mensen nog even doen? Oh ja. Like en abonneer voor meer. En wat moeten ze nog meer doen? Een duimpje omhoog. En volg ons op Insta. Volg Bram op Insta. Bram de boodschappenman. En we zien jullie volgende week. Adio. Bonjour. Daar zou je hem hebben. Jongens, dit is toch puur toeval? Ik ben gewoon een rondje aan het wandelen. Ik denk, hè, die tent van Rich Monkey die zie ik nooit bij iemand staan. Nee. Dan weet je het al. Gewoon. Ik wist niet eens dat hij aan het vissen was. Ja, dat is mooi. Dus, ja, de video die gaat bij deze gaat die door, want ik heb hem met Bram natuurlijk gevist. En die mooie spiegel gevangen. En nu gaan we gewoon weer lekker verder vissen. Ik denk een beetje tegenzon. Maar jullie zien het, een net iets ander plekje, wel weer bij de, ja, denk 200 meter verderop als waar ik gisteren zat, eergisteren. En we gaan eens even kijken of we eruit wat uit kunnen trekken. Zo, de steuntjes staan in de grond. En ondertussen hebben we ook even de richtjes behaast. Daar liggen ze. Hetzelfde recept als de vorige video. Eentje met de zwarte tijger, eentje met de bloedwormbol, de hardwan. En ik ga ze even in en varen. En gaan we eens even kijken of het wat gaat. Ja jongens, daar staat hij. Justin Valstar. Goedenavond. Want, wat is er gebeurd? Mijn hengel is afgelopen. En zoals jullie zien is het weer een prachtige spiegel. Op de bloedworm. Gaan we hem eens even op de gevoelige plaats zetten. Hoppa. Kijk.
Kijk eens, dat is er weer een, jongens. Hey. Ja, jongens, daar is hij dan. Kijk eens, wat een supermooie spiegel. Supermooi beschubt weer. Het is echt niet normaal. Ik heb hier dit jaar meer spiegels gevangen dan schubs. Ik zal ook even de andere kant laten zien. Het is echt bizar. Kijk dan wat een vis hier. Hè. Ze zijn nog niet zo heel groot, maar het zijn echt super mooie vissen. En ik ben er blij mee. Ik kan weer gaan zwemmen. Ja jongens, het is fantastisch. Daar staan we weer. Ditmaal voor een iets kleinere vis dan de vorige. Kijk eens, mooi schuppie. Ik ga hem gelijk onthaken en hij kan weer terug. En dan is de tweede binnen. Ja jongens, het is 19:30 en het is weer zover. We hebben weer een super mooi klein schubje gevangen. Ik ga hem gelijk even op de foto zetten. En, we zijn er blij mee. Visie nummer 3. Ik heb nog één lijmbreuk gehad, helaas vannacht. Maar toch mooi. Zo jongens, jullie zien het weer. Een mooi klein schubje. Perfect in het onderlipje, moet je zien. Gelijk even onthaken. Op de zwarte tijgenoot. Ja, echt een super mooi klein visje. En het is inmiddels mega mistig. Je ziet geen reet. Maar ja, we zijn er blij mee. Ik ga hem gelijk terugzetten. Jongens, daar zit hij. Een hele goede morgen, dames en heren. Bram de boodschappenman. En wat heb jij in je hand? Ik heb hier een vers geknoopt Ronnie Richie. Van mijn maatje Chitten. Kijk, lekker hoor. Die heeft me even goed gezet. Vannacht ga ik een nachtje met twee vrienden. Dus, mooi. Even laten zien. Ja jongens, dit was natuurlijk de video dat ik met Bram eerst begon en toen ging ik zelf verder vissen. Ik heb niet zo heel veel gefilmd deze sessie, eigenlijk alleen de vissen. Maar ik denk, ja, toch leuk om even te laten zien. Vond je de video nou leuk, even een duimpje omhoog. Abonneer voor meer. Volgende week dinsdag weer. Zo is het.